Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep 16 jaar cel tegen Chris Zet. Hij werd eerder veroordeeld tot 12 jaar vanwege de moord op een Australische vriend. De man schoot hem in 2006 in het Haagse natuurgebied Madestein meerdere malen in hoofd en hals. De moord had te maken met een openstaande schuld. Den Haag gaat alles op alles zetten om de veiligheid in de Schilderswijk West te verbeteren. Hoewel de criminaliteit afneemt en een aantal criminelen is aangehouden, voelen veel inwoners van de Schilderswijk zich niet veilig. De buurtvaders in de wijk zagen een verbetering, maar vrezen meer hangjongeren nu het buurtcentrum onlangs is gesloten. Scheveningse strandtenthouders gaan de gemeente om een schadevergoeding vragen voor misgelopen inkomsten. Vanwege de verbouwing van de boulevard zijn er volgens de strandexploitanten minder feesten zoals bruiloften. De geleden schade kunnen ze terugvragen bij de gemeente. Er zijn zo'n 15 ondernemers die hiervoor in aanmerking komen.